Deze uitlegvideo kijken we in de wereld van de werkeloosheid. We gaan kijken naar de soorten werkloosheid, conjuncturele, structurele, regionale, seizoenswerkloosheid en frictiewerkloosheid. En we gaan kijken naar oplossingen voor deze soorten van werkloosheid. Nou, laten we maar snel beginnen met conjuncturele werkloosheid. Hoe ontstaat dat nou? Nou, dat komt doordat wij minder spullen kopen. Als wij minder in de winkel kopen, dan wordt er ook minder geproduceerd. Hè. Dan hoeft er minder aanbod gemaakt te worden, minder geproduceerd te worden. En dat betekent dat in de fabrieken dan mensen worden ontslagen. En dan neemt de conjuncturele werkloosheid toe. Hè. Dus wij kopen minder, er wordt minder gefabriceerd, er worden mensen ontslagen. Structurele werkloosheid, wat is de oorzaak daarvan? Nou, bijvoorbeeld productie gaat naar het buitenland. Dus hele fabriekshallen gaan van Nederland naar bijvoorbeeld Oost-Europa of naar Azië. Er wordt met nieuwe technieken geproduceerd, dus bijvoorbeeld mensen worden vervangen door machines. Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan, dus er is bijvoorbeeld een appbouwer nodig. Iemand die goed is in het bouwen van apps voor op de telefoon, maar die persoon is niet beschikbaar. Er is bijvoorbeeld iemand beschikbaar die websites kan bouwen, maar geen apps kan bouwen. En dan sluiten vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet op elkaar aan en dan noem je dat structurele werkloosheid. Verslechtering van de concurrentiepositie kan ook. Als een land een slechtere concurrentiepositie heeft, dus als het te dure en te slechte producten maakt, zal dat ook leiden tot werkloosheid natuurlijk, want dan worden die producten minder snel gekocht. En dat is dan structurele werkloosheid. Dat los je niet zomaar op. Dus bijvoorbeeld, hè, zoals in de haven, als menselijke kracht om schepen leeg te halen en te lossen wordt vervangen door machines, dan ontstaat er structurele werkloosheid. Ik vertelde het al van die appbouwer die gevraagd is, maar er is een website designer, maar die kan geen apps bouwen. Dan sluit vraag en aanbod niet op elkaar aan. Productie die naar het buitenland wordt verplaatst. En bijvoorbeeld ook zoals bij zelfrijdende auto's. Zo'n technologie zou er ook voor zorgen dat misschien taxichauffeurs of vrachtwagenchauffeurs op een gegeven moment zonder baan zitten en ook nooit meer aan een baan komen. Ook dat is dan structurele werkloosheid en dat heeft dan te maken met de wijze waarop er eigenlijk geproduceerd wordt. Regionale werkloosheid is als er in een bepaalde regio, in een bepaald gebied in Nederland werkloosheid is. Dat is bijvoorbeeld in Limburg geweest, daar zaten kolenmijnen. Op een gegeven moment zijn die kolenmijnen gesloten en toen zijn al die mijnwerkers werkloos geworden. Uiteindelijk heeft de overheid er wel een ander bedrijf neergezet, DSM. En Netcar, om ervoor te zorgen dat mensen daar wel baan konden krijgen, omdat er eigenlijk gewoon te weinig werk was. En dus het sluiten van die kolenmijnen heeft onder andere ook geleid dus tot regionale werkloosheid in de regio Limburg. Frictiewerkloosheid, wat is dat nou? Dat is als je tijdelijk werkloos bent, bijvoorbeeld omdat je ontslag hebt genomen bij de ene baan, die was daar niet blij, en op zoek bent naar een nieuwe baan. Nou, de eerste 3 maanden ben je dan eigenlijk frictiewerkloos, zoals het heet. Een ander woord voor frictie is wrijving. En dan heb je nog seizoenswerkloosheid. Dat is wanneer je in een bepaald seizoen wel werk hebt. Bijvoorbeeld in de zomer heb je wel werk in een strandtent, maar in de winter ben je dan werkloos, want dan is die strandtent gesloten. Of in de winter ben je skileraar of skilerares en in de zomer heb je geen werk omdat de pistes gesloten zijn. Dus dat is seizoenswerkloosheid. Dan de oplossingen. Bij conjuncturele werkloosheid moet je er natuurlijk voor zorgen dat mensen meer geld gaan uitgeven. Want dan moet er weer meer geproduceerd worden en dan verdwijnt die werkloosheid weer. Dat kan je de overheid bijvoorbeeld doen door de belastingen van burgers omlaag te brengen. Dan houden we meer geld over, gaan we weer meer geld uitgeven. Of de overheid moet zelf meer geld uitgeven, bijvoorbeeld aan wegen en aan bruggen. En dan zorgt dat ook voor een afname van de conjuncturele werkloosheid. Want je kan je voorstellen dat dan bouwvakkers die de weg en de brug bouwen, dat die dan weer een baan hebben. Structurele werkloosheid kan opgelost worden door scholing. Met die appbouwer en die websitebouwer, dat je die websitebouwer omscholt tot een appbouwer. En door de belastingen te verlagen voor bedrijven. Daardoor worden de producten goedkoper en daardoor verbetert bijvoorbeeld hun concurrentiepositie en zullen ze minder snel geneigd zijn om productie bijvoorbeeld naar het buitenland te verplaatsen. Dan regionale werkloosheid. Nou, de overheid zou bijvoorbeeld subsidies kunnen geven aan bedrijven die zich in die regio vestigen, zodat er bij die bedrijven dan ook mensen kunnen werken.
Bij seizoenswerkloosheid, ja, moet je natuurlijk zorgen dat je ook een baan hebt in het seizoen waarin je werkloos bent. En bij frictiewerkloosheid kan je ervoor zorgen dat de bemiddeling tussen vraag en aanbod soepeler gaan. Dus bijvoorbeeld websites waarop je vacatures kan plaatsen of naar banen kan zoeken. Dat zijn voorbeelden van mogelijkheden om die frictiewerkloosheid te verkleinen. Want dan kunnen mensen sneller een geschikte baan vinden. Nou, dat zijn de oplossingen. Nog heel veel samenvattingen. Dus conjuncturele werkloosheid heeft als oplossing dat we meer geld moeten uitgeven. Structurele werkloosheid, onder andere scholing en de belastingen verlagen. Regionale werkloosheid kan je oplossen door subsidie. Seizoenswerkloosheid door een andere baan te nemen. Bijvoorbeeld in de zomer als je daar juist werkloos bent. En frictiewerkloosheid kan je oplossen of verminderen door de bemiddeling tussen vraag en aanbod te verbeteren of soepeler te laten verlopen. Tot zover deze uitleg. Ik hoop dat het duidelijk is. Top dat je het bekeken hebt en tot de volgende video.